Yo kijkers van Twinity, vandaag gaan we iets heel anders doen. Echt iets heel anders. Dan hadden we natuurlijk gewoon of voor het Galaxy, of voor een FIFA, of voor een gewoon informatievideo's of op FIFA 18 en allemaal dat soort dingen. Maar vandaag, zoals jullie natuurlijk hebben gezien, ga ik jullie methode laten zien, manier laten zien hoe jij gratis coins kan krijgen. Misschien heb je al vaker bij andere YouTubers gezien een hele interessante app waar je letterlijk rijk mee kan worden op FIFA. Ik wil jullie even vertellen, hopelijk jullie even zo'n blijven voor vandaag. We beginnen met de video, abonneer je op Twinity en let's go jongens. Easy go. Oké, wat fuck, ben ik mijn telefoon? Jullie zien mijn telefoon nog in beeld? Ja, want het enige wat je hiervoor nodig hebt voor dit, voor deze app, voor deze methode, is je telefoon. En natuurlijk de app waarop je het gaat doen. Ik ga als jullie opstarten en dan ga ik jullie precies uitleggen hoe jij gratis coins kan ontvangen. En dat is heel makkelijk. Heel makkelijk en heel handig. Laat ik eerst nog even iets meer informatie geven over deze app. Natuurlijk, zoals ik al nu 3 keer verteld, kan je gratis coins krijgen. De app heet FUT Wager. Wager, weet je allemaal wat een wager is? Je kan namelijk ook gewoon hier wedstrijden aanmaken. Zoals je ziet, dan kan je zeggen van ja, hoeveel coins ik wil en waar je woont en alles. En dan komen er andere mensen die tegen je komen. Tegen je komen en dan zet je je coins in. Win jij, krijg je dubbele coins terug. Zoals een wager dus ook werkt. Je kan ook wedstrijden vinden. Op dit moment zijn er niet heel erg. Oh jawel, hier is bijvoorbeeld iemand die je kan joinen op dit moment. Dan moet je 10.000 inzetten en dan zie je ook precies hoe goed diegene is. Hij heeft 11 keer gewonnen, 23 keer verloren en 14 keer gelijk gespeeld. Op zich zou je dus best wel kunnen winnen en is dus best wel een makkelijke methode om 10.000 in te zetten en 20.000 terug te krijgen. Dat is één functie die de app heeft. Daarom heet het ook FUT Wager natuurlijk. Maar er zijn nog zoveel meer dingen die deze app heeft. Want als ze op het scherm zijn, dan zie je wel een aantal interessante dingen staan. Ik had de app al eerder, voordat ik deze video maakte erover, daarom heb ik al 1.500. In ieder geval kan je gratis coins krijgen op deze app. Je ziet het hier letterlijk staan, free coins daar. Als je erop klikt, dan krijg je altijd goed eens een reclame. Die heb ik hier ook, zoals je nu kunt zien in beeld. Dan vraag je me af van, oh Timo, meen je het nou, reclames, moet ik hier gaan kijken? Ja, want het is zo simpel. Je wacht 10 seconden, misschien tijdens een potje FUT, dat je je telefoon zo naast hebt liggen, dat je even klikt en dan gewoon doorgaat, even klikt. En iedere keer krijg je gewoon gratis op dit moment 115 munten. Dat kan ook verschillen, je kan meer krijgen op sommige momenten, sommige momenten minder. Dat verandert gewoon op hoe FUT het ook is. Je kan het best wel vaak doen, ik geloof iets van 25 keer per dag of zo. Daar kan je dus heel veel coins weer pakken. Stel je doet het iedere dag gewoon even, heb je iedere dag een paar k en maak je zo heel veel gratis coins als je die iedere dag hebt. Doet natuurlijk. Dat is zeker weten een hele interessante methode om coins te maken. En is er nog een ander iets aan deze app wat heel erg vet is. En FUT Wager heeft mij 4 gratis lucky spins gegeven. In het echt kostte deze geld. Pas daar wel mee op. Niet dat je er ongeluk 100 koopt, dat het helemaal niet mag voor je ouders of zo. Dus moet je wel even met toestemming van je ouders doen natuurlijk. Maar FUT Wager zei van Timo, omdat jij dus ik ga proberen in een video, mag je van mij 4 gratis lucky spins krijgen. En zoals je ziet, ik heb er 4 left. En de spelers die ik hieruit kan krijgen zijn Matic, Otamendi, Cavani, 8000 credits, Pjanic is best goed. Maar op het begin zagen wij in vorm Paul Pogba. We gaan dus nu spinnen, we hebben 4 spins en ik zal even laten zien hoe het werkt. Je drukt er namelijk op en nee, nu spint hij niet, want dan zouden we namelijk even Paul Pogba hebben. Maar zodra hij hierop staat, kunnen we op het knopje spin klikken en dan gaat hij spinnen. En waar hij dan op uitkomt, die speler krijg je in waarde van coins. Dus laten we gewoon meteen doen. Boom, spin. Oh shit, dat geluidje, dat had ik niet verwacht. Oké, even wachten. En misschien Pogba. Het is eigenlijk net een pack-opening. En je ziet al precies wat je gaat krijgen. Pogba, hebben we hem. Oh, net na Matic. Net na Matic. Hoeveel is die waard, jongens? Eens kijken, wat krijgen we ervoor? We krijgen voor Matic. Zo, 11.000, dat is mooi meegenomen. Natuurlijk is 11.000 meer dan zijn oorspronkelijke waarde FIFA. Ik ga nog meer openen, ik heb er nog 3 over. En eens kijken of we de laatste 3 misschien ik wel nog wat beters kunnen krijgen. Dan natuurlijk Matic, bijvoorbeeld een van Paul Pogba. Oké, boys, het wordt gewoon no spec. Oh, oké, moet even wachten. Sommige mensen zullen deze app waarschijnlijk misschien al kennen. En die zeggen dan van ja, maar de app ziet er niet super mooi uit. De logo ervan. Ja, maar de app gaat binnenkort, heb ik dus gehoord, helemaal een nieuw design krijgen. Dat komt al een paar maanden pas. Nu is het gewoon ook zoals het is. En oh, we krijgen echt de shitste die er is. Helaas dit keer. Namelijk blind. Dat is 8000 creditkaart. Maar niet uit, jongens. We doen er gewoon meteen nog in. We vergeten dit. We doen er gewoon meteen nog in. Ik ga op Otamendi staan. Want dat is een prima speler. Misschien krijgt hij Otamendi. Wacht maar. Let maar op. Dat gaat sowieso werken. Oké, ik ga niet kijken. Liedje afspelen. Wie heb ik? Oh. Oh, ik dacht even dat ik Pogba had, wat een kick. Maar we hebben weer Matic. En dat is wel best jammer. We hadden bijna Pogba leek alweer zo. Maar ja, ik denk dat het gewoon wel logisch is dat het gewoon
natuurlijk dat ik Matic heb. Ik doe nog één keer, kan ik één spin over. En we kunnen dan weer een goede speler krijgen. Beter dan Matic, alsjeblieft, voor de allerlaatste spin die we hebben. Het kan toch, jongens, het kan toch. We kunnen toch iets beters krijgen dan Matic, hier gaan we. Hier gaan we, jongens. Krijgen we Popo, kom op. Of Otamendi, die is denk ik meer waard dan Matic namelijk. En Pjanic misschien ook wel. Dus Pjanic, Otamendi. Ah, nee, het wordt Otamendi. Cavani. Oké, Cavani. Is hij meer waard? Het zijn allemaal prima spelers, dus weet je wel. Maar hoeveel is Cavani waard? Cavani is 12k. Weet je, we hebben toch 50k gekregen nu in totaal. Dat is op zich wel prima. Je hebt hier nog trophies. Sommige dingen kennen het niet heel erg goed hiervan. Maar goed, kijk, het ding wat je dus nu ook hebt. Ik heb 50k op dit account. Ik denk dat je even moet bijwerken of zo, even kijken. Ja, kijk, daar is het 50k op dit account. En dan vraag je je vanzelf, maar Timo, ik heb 50k op de account. Ik wil die 50k naar mijn FIFA toe halen. Maar hoe gaat dat? Oké, jongens, dus het is gewoon heel erg simpel. Je klikt simpelweg op Purchase trophies. In ieder geval dat knopje rechts onder een beeld. Als je erop klikt, dan staat er please list a player for 3 days on the transfer market. Bla bla bla. Gewoon een speler voor 3 dagen listen. Klik op yes en dan kom je op dit scherm uit. Hoeveel coins wil je overzetten? Dat is de vraag nu. Je moet een speler kiezen die je te koop wil zetten. Ik kies, ja, ik heb hier eigenlijk niet veel spelers staan. Ik ben nu op dit moment niet op mijn eigen account. Ik kies dan even deze speler, de Santi. Ja, zoiets. Oké, maar die staat er niet op. Even kijken, heb ik het geschreven? Weet je wat, ik pak gewoon even lekker Fabinho. Even kijken of het een goede pak en niet zijn special card. Dit is de goede. Dus dit is hier. Fabinho kost 1k, kost hij niet meer. Je kan ook gewoon iemand uit je club pakken of iemand goedkoper. Moet je gewoon even opzoeken of dat ook werkt daarmee. Klik op proceed en dan komt hier de speler te staan. Dan staat er Bernard Price, 8.5k. Start Price, 6.4k. En number of owners. En wat is dat? Dat is aantal eigenaars. Er staat bij mij 3. Dus dan vul ik hier op de app vul ik er nog gewoon 3 in. Natuurlijk, date of issue. Dat is gewoon 15-1-2017. Klopt dat ook? Even zal checken. Oh wacht, dat staat er natuurlijk niet meer op vanaf dit jaar. Dus dat klopt dan ook gewoon. Startprijs 6.4k. Bernard Price 8.5k. Nou ja, dan ga je het gewoon heel simpel gaan dan te koop zetten hier. Bij 8.5k, 6.4k en dan wordt je speler binnen een aantal minuten, wordt hij dan gekocht. Ik kan het nu doen, maar ik heb die speler net nodig tot Tilt Season MAP Lotte eigenlijk uitkomt daar aan gekocht. Dan klik je hier in ieder geval op Send Request en dan wordt de speler direct daarna ook gewoon gekocht van je. Dat is eigenlijk heel simpel en boom, dan heb je de coins 8.5k, heb je dan op je account staan. Zo simpel gaat het. En zo simpel kan je coins mee verdienen. Dus je kan gratis coins verdienen door gewoon op free credits te klikken. Heel veel reclames kijken. En dan krijg je gewoon de coins. Die kan je dan via trophy request kan je die indienen. En dan krijg je de coins overgezet naar je account. Hoe simpel wil je het hebben, jongens? Dit is de meest luie manier om coins te verdienen op heel FIFA, heb ik het idee. En misschien ben jij wel gewoon een super goede FIFA-speler en denk je van, ja, maar weet je, ik ben niet zo lui en ik wil gewoon een potje spelen. Nou, kijk, hier al voor in iemand staan, die wil gewoon een potje voor 1k spelen. Dat kan je ook doen. Of je gaat zelf een potje aanmaken en denk van, ja, maar ik heb toch 50k. Dus waarom zou ik dan niet gewoon lekker een potje doen voor 50k? En dan maak je die gewoon lekker aan. Speelt tegen iemand anders voor 50k, kan je 100k terugwinnen. Dat kan je ook doen. Deze app biedt gewoon heel veel mogelijkheden. Hij is verkrijgbaar in de App Store en in de Google Play Store, genaamd FUT Wager. En het leuke hieraan is dat je gewoon gratis coins krijgt. Het enige nadeel waarschijnlijk aan de app is dat hij 2 euro kost. Maar laten we eerlijk zijn, jongens, of jij nou 10 keer een aantal FIFA coins koopt of 1 keer deze app, waardoor je uiteindelijk die FIFA coins waarschijnlijk deels niet meer hoeft te kopen. Ik vond het een leuke video te maken. Leuk dat FUT Wager me vroeg om deze video te maken voor hun. En ik dus jullie deze app kon laten zien. Nogmaals, zoals ik al zei, wordt de app binnen een paar maanden helemaal veranderd. Krijgt hij een heel nieuw design, kan je ook veel meer packs openen. In plaats van die spinnen en al van dat soort nieuwe functies. Misschien dat ik dan ooit misschien nog iets doe van een video of weet ik veel wat. Dat zullen we dan allemaal wel zien. Voor nu kan je nog altijd heel veel makkelijk winst maken. En hopelijk vond jij een leuke video. Heb je een blauwpje omhoog gedaan. Abonneer op Twinity. En dan zie ik je allemaal de volgende keer bij, jongens. En dan zeg ik ze altijd later.